Ik ben Bob Nolet, 11e generatie hier binnen ons familiebedrijf. K2M heeft alles te maken met passie, vakmanschap, toewijding, alle traditie van vroeger. Onze oudste ketel is ook nog met kolen gestookt. Maar om te komen tot ketel 1 heb je ook fusten nodig. We hebben een graanolivier die wij een jaar lageren op onze zolders. En dat is één van de ingrediënten die ketel 1 zo bijzonder maakt. Het is heerlijk om hier rond te lopen, toezien op kwaliteit, het proeven van het eindproduct. Er zijn een heleboel verschillende soorten jenevers. Die van ons is zacht. Die is fris, helder, mooie aroma's, mooie smaken. Gewoon een heel lekker product. Wat ik zie in de wereld, dat mensen toch vaak teruggaan naar wat maken wij in ons land. En daar trots op zijn. Trots zijn op Nederlandse producten. En daar past jenever helemaal in. En wat helemaal mooi is, als je dan elkaar in de kroeg ziet en je ziet je producten in die kroeg. Mensen ervan genieten. Borrelglas, gekoeld, of misschien zelfs uit de vriezer met een kop erop. En wat we ook heel veel zien is de mixen. Ginger ale, dat is een ontdekking. K2 met bitter lemon is ook zo eentje. Cassis, dat werkt heel goed. Ik drink hem meestal niet gemixt. Puur en met ijs. Een borrel die gewoon heerlijk is.